Goedemiddag, welkom in deze live studio gewijd aan de kansen en uitdagingen voor de multimodaliteit in Vlaanderen. Om hierover te spreken hebben wij Peter Laget, unit manager bij de kersverse initiatief multimodaal.vlaanderen en Lode Verkinderen, secretaris-generaal van Transport en Logistiek Vlaanderen, de vervoersorganisatie. Het Federaal Planbureau voorspelt dat tegen 2030 het goederenvervoer met meer dan 40% zal groeien. En het zal een hele uitdaging zijn om die groei aan te kunnen. Daarom heeft de Vlaamse regering deze zomer beslist om multimodaal.vlaanderen op te starten. Kunt u misschien daar meer over vertellen, meneer Laget? Ja, dat klopt. De voorspellingen van het planbureau die zijn inderdaad 40 tot 45% stijging. En in combinatie met de situatie zoals we die vandaag kennen op de weg, is dat natuurlijk een zeer grote uitdaging. Het is de bedoeling geweest van Vlaams minister Ben Weitz met de oprichting van multimodaal.vlaanderen om een mental shift mee te creëren bij de bedrijven. Om te kijken naar alternatieve vervoersmogelijkheden en om niet automatisch goederen op vrachtwagens te zetten, maar ook minstens de alternatieven te bekijken. Die missie is dus een mental shift bewerkstelligen en de manier om dat te gaan doen is een team van in casu 4 experten die zowel bij verladers als bij logistieke dienstverleners gaan helpen, informeren, sensibiliseren en begeleiden bij het opmaken van business cases om te kijken waar efficiënter kan worden omgesprongen met zowel capaciteit als infrastructuur. En is het dan de bedoeling om meer goederen naar de binnenvaart en het spoor over te hevelen? Dat zal daar ongetwijfeld een gevolg van zijn. De bedoeling zou ik het niet noemen. De bedoeling is om vervoerstromen efficiënter te organiseren. Dat betekent dat we uiteraard ook binnen de context van het wegvervoer gaan kijken naar verbeterde mogelijkheden. Maar uiteraard maakt de modal shift ook wel deel uit van het palet aan mogelijkheden. En is binnenvaart en zeker ook spoor, letterlijk dan een spoor wat wij zeker gaan bekijken. Mm-hmm. En is het dan, hebt u dan een voorkeur of is dat dan modus neutraal zoals men zegt? Nee, absoluut. Het modus multimodaal.vlaanderen wordt opgericht als een business unit binnen het VIL. Een van de redenen waarom wij denken dat deze opdracht naar het VIL is gekomen is precies omwille van die neutraliteit en die objectiviteit. Dus het is een volledig modus neutrale, onafhankelijke aanpak waarbij wij volledig belangen neutraal zijn. Dus wat telt is dat we die goederenstromen efficiënt organiseren met de vrachtwagen, met het schip, met de trein. Maar misschien ook vliegtuig en ook pijpleiding zit binnen de scope van onze opdracht. En gaat u dan vooral focussen op de verlader of op de vervoerder? Beiden, want als de uiteindelijke doelstelling is om een mental shift te bereiken, dan moeten we natuurlijk de twee doelgroepen goed in beeld hebben. Dus de effort gaat zowel naar de verladers als ook een stuk ondersteuning van logistieke dienstverleners die actief willen zijn in onder andere het intermodale en het multimodale. Meneer Verkinderen, staan de vervoerders überhaupt open voor multimodaliteit? Wel, het is eigenlijk zo dat we ons als sector absoluut niet aangesproken voelen door dit soort initiatieven. Iedereen weet dat we een marktaandeel hebben van ruim 75%. En dat is op de hele Europese schaal, op het hele Europese continent in de afgelopen decennia eigenlijk alleen nog maar in stijgende lijn gegaan. Dat duidt vooral op het feit dat het goederenvervoer over de weg extreem efficiënt is. Nog altijd en ondanks de congestie betrouwbaar is. En met andere woorden ook nog zeer competitief is. Nu, het feit dat dergelijke initiatieven er komen en dat dat eigenlijk ook onze steun kan verdienen, wordt mede mogelijk gemaakt doordat bepaalde vervoerders, en dan spreek ik over de microschaal, bepaalde vervoerders die gaan inderdaad gebruik maken van die andere modi, die zullen als door-to-door regisseur, die zullen die zeggen van,
ik heb daar een mogelijkheid om mijn efficiëntie kwantumsprong te maken. Ik zorg ervoor dat de zaken nog een stukje beter kunnen verlopen dan enkel via de weg. Ik hoef enkel maar te verwijzen naar het feit dat het intermodaal vervoer, dat is eigenlijk een uitweiding van het wegvervoer. Al 3 decennia geleden, met alle respect